En ze rennen ineens heel snel weg naar de 2 minuten op de Dam. En onmiddellijk wordt de koningin en haar gevolg op een veilige plek weggeleid. Wat er precies aan de hand was, dat kunnen we niet helemaal zien. Het begon aan de Rokenzijde. Er worden hier vlak voor mijn neus wat hekken weggehaald. Zodat de mensen wat rustiger richting de Oude Zijds Voorburg valt. Kunnen lopen, rennen. Er gebeurde kennelijk iets. Zo vlak op het eind van de 2 minuten stilte om 8 uur. Maar de overgrote meerderheid van de mensen, u ziet het hier, blijft staan, toch geschrokken. De veiligheidsmaatregelen zijn erg scherp vanavond. Kijk naar de rechtstreekse uitzending van de NOS van de Nationale Dodenherdenking. Ongeveer 2 minuten geleden, zo vlak op het eind van de 2 minuten stilte, gebeurde er iets. Een incident aan de Rokenzijde. Dames en heren. Er is iemand onwel geworden. Die wordt inmiddels verzorgd. En wij gaan zo meteen verder met de ceremonie. Dat was de stem van ceremoniemeester Erik Burmeister. Applaus. Ik denk kennelijk van opluchting. Ik herhaal nog even wat hij zei. Er is kennelijk iemand onwel geworden. Dat zal dan, denk ik, zagen we op de beelden, aan de rechterkant zijn geweest, aan de Rokenzijde. En daar zijn veel mensen van geschrokken. Dat bracht een soort kettingreactie teweeg. U zag het in beeld gebeuren. Waarop mensen ineens snel wegrenden. Ik verzoek u allemaal uw plaats weer in te nemen.
En u ziet Hare Majesteit de Koningin en Prins Willem-Alexander. Onder voorzichtig applaus lopen ze terug naar het Nationaal Monument. De koningin gearmd en haar zoon. En het verzoek is dus ook kennelijk van de ceremoniemeester. Neem uw plaatsen op de Dam weer in, want we gaan verder met de ceremonie. Hare Majesteit staat er weer. Wij hervatten zo de ceremonie en we beginnen daarmee met het spelen van het Wilhelmus. Applaus, omdat de plechtigheid op de Dam verder gaat, ondanks dat incident waarbij iemand onwel was geworden. Die wordt op dit moment verzorgd. Dat was de laatste informatie die we kregen van Erik Burmeijer, de ceremoniemeester. In de houding. En dan krijgen we nu het gesprek.